sunshine, blue skies. Please go away. My life is filled with gloom. Gefeliciteerd met een prachtige shoot. Hoe trots ben je op het resultaat? Heel trots. Heel trots. Wat is je favoriete foto? De strandtas. De strandtas is wel mooi om te zien. Kijk, precies de lengte. Ik vond hem zo toepasselijk. Ik dacht, zo, dat is een leuke strandtas. Was het nu extra spannend om te doen? Ja, omdat ik het al meer dan 12 jaar niet meer gedaan had. En ik dacht, jeetje, kan ik dat nog wel? Voel ik me wel vrij genoeg om met al die mensen om me heen gewoon in mijn blootje in de studio te verschijnen. Dat is niet niets. Nee, zelfs voor een naaktmodel is dat toch altijd spannend. Wat is dan het spannendste moment? Het moment dat je je kleren uitdoet? Of? Het eerste moment dat je badjas uit moet doen. Dat je denkt, nou, dan sta ik hier. Ik ben eigenlijk best wel onzeker. Dat zou nooit iemand zeggen, maar dat is wel zo. En ik overschreeuw dat altijd. Doordat ik ga vrolijk doen. Een soort van clownsverschijnsel. Een neusje op. En dan denkt iedereen, oh, nou ja, ze geeft er niks om. Maar dat is juist waarmee ik mijn onzekerheid verberg. Dus dan kom ik er doorheen. Wat heeft je dan toch doen besluiten om weer uit de kleren te gaan, als je het toch eigenlijk best wel eng vindt? Ik hou enorm van naaktfotografie. Ik koop op bladen met prachtige mooie foto's met vrouwen erin. Ik kan niet verliefd worden op vrouwen, maar ik vind het wel ontzettend mooi hoe ze er soms uitzien, hoe de lichamen zijn. Ik hou ook van naaktbeeldende kunst. Ik hou er gewoon van. Ik vind het mooi. Ik hoop het natuurlijk niet, maar is dit echt de laatste keer? Ja, zoals ik er nu in sta, ja hoor, ik zal zeggen dat het de laatste keer is. Zeg nooit, maar ja, het is wel goed zo.